Multiculturele samenleving met buren en vrienden niet delen. Nee, wacht even, nog een keer. Zeg er even zin. Een multicrul samenleving. Multicrul nog iets, ik weet niet meer. Ja, multicrul. Nee, het was vrienden delen, buren delen. Ja, oh, nee. Samenleving, daar zitten buren en vrienden die delen. Ja. En nu jij. Zeg jij de zin al, ja? In de multiculturele samenleving. Ja. Heb je buren en vrienden die delen. Ah, nice. Ben je trekt zijn gekke bek. Waarom die multiculturele samenleving eigenlijk? Dat is toch goed, hè? Ja, je deelt ook je cultuur, hè? Ja. Ja. Laat eens even je dingen zien, zo voor je neus. Voor mijn neus. Ja. Dat was de multiculti, hè? Ja. En de Jessen? Oh, nog een keertje? Oh, nog een keer. Ik ben een dief. Ah! Een crimineel. Ja. Wat was er in de multiculti? Heb je buren en vrienden. En dan gaat er nog een laatste slotfase, de grand finale is, dat we een van die woorden eruit gaan halen en met lichtjes hier neer gaan zetten. Wow, nou dat doen we niet multiculturele samenleving. Nee, hè? We doen gewoon de buren. Je buren. Ja, buren. Nice. En dan moeten we dan met kaars in heel kleer leggen, gewoon buren zo. Ja, en naar middenin gaan staan, met je viltje. Oh, met je viltje? Ja joh. Hoe gaan we buren wordt maken? Gewoon een toneelstuk dit. Ah ja, het is wel heel cool dat jullie dit doen, echt waar. Ik dacht jullie geen kaars verkopen of zo. Nee, we verkopen helemaal niks. Dacht ik dus. Wat moeten we doen? Buren maken. En gewoon drie kaars voor de B. We gaan de B doen. Ja, met drie. Ja, met linker teen. Kijk, zo. Zo de B. Zo de B. Gebruik niet de kaars, man. Hij zou hem groter maken, hè? Je moet er ruimtelijk denken. Groot. Om jullie heen, hè? Je moet erin gaan staan, hè? Oh, we moeten zoveel kaarsen hebben. Ja, joh. Eén. Daar doen we eentje. Dat is te gek. Zo pas je er ook wel in. Eentje in het midden. Eentje in het midden voor de B. Hoe moet je het B staan dan? Gewoon de lammer.